Manu, kijk eens. Lekker hoor. Zo jongens, karretje ingepakt. Statiefjes mee zoals je ziet. Dus we gaan lekker filmen. We gaan ervoor. Nou jongens, we zijn net van huis en het begint direct te regenen. Dus gelukkig, ze steken vlak bij mijn huis. Dus snel het tentje opzetten en dan schuiven voor de regen. Dan gaan we de hengels ingooien. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zit hier in mijn eentje nog te vissen. Een mooie watertje. Het is helemaal omringd door kassen en woningen. Dus niet iedereen kan hier vissen. Dat privilege heb ik om wel te kunnen. Want ik ken hier iemand. Nou, rij vanaf mijn eigen privésteiger. Ik ga even in dat hoekje waar de wind op staat. Ga ik even snel een hengeltje neergooien. Met een Scopex Squid Boy met een halve puppy erop. En de rest van de twee stekken, dat zijn daar bij het eiland. Dat ga ik even voeren en dan kom ik vanavond terug. Ik ga straks even twee uurtjes weg. Over een uurtje zeg maar. Dus ga ik zorgen dat het gewoon goed voorricht. Even hopelijk misschien een visje vangen met een single hoekbeetje. En vanavond krijgen die vissen op het voer en dan wordt het knallen. Is de bedoeling jongens. Nou ja, zachte. Ja. Zit die hoor. Lekker lui zegt hij, ga jij maar even lekker voeren. Nou ja, ik ben natuurlijk zo aardig om dat gewoon te gaan doen. Mooi stekje hier bij de boom. Ga even flink wat bodies in jassen. Hoppakee. Dit is Wietse. En Wietse gaat planken. Nou jongens, ik zal je eens even uitleggen hoe mijn shocksysteem werkt. Ik heb het al heel vaak laten zien hoe het werkt eigenlijk, maar niet hoe je het maakt. Je hebt hier de inrijn insert rijn beats van Nash. Dan doe je eentje van op je wortel die al vast zit aan je reader. Zoals dit. Je ziet hier onderin een worteltje met een quick change en hier je reader. Ja, dan doe je deze met de boeienaad erop, zodat het dikke gedeelte dat die tegen je wortel aan zit. Dan leg je hem zo op je wortel en dan druk je hem door tot zo. Zie je? Nou, dan pak je het rood, maakt niet uit. Ja, dit is het Fred Perret van Nash, er zit normaal een standaard insert in. Dat druk je altijd meteen uit, want dat is veel te stug om het shocksysteem te laten zien. Nou, ik ga het vandaag uitdopen, dus ik kies voor een zwaarder rood. Dit is 105 gram. Dat doe je in je reader. En heel eenvoudig. Dat doe je in de shockerbeat. Nou, nu zit hij erin. Ik kan nog even één keer laten zien hoe hij werkt. De karp die pakt het aas, hij gaat het kop schudden. En hij is meteen los. Wat zeggen we? Net. Zo, nou, de stek heb ik opgebouwd. Ik heb even één hengeltje, zoals ik hier zie, daar zo in het hoekje gegooid. Wind staat er lekker op. En de andere twee heb ik klaargemaakt. Straks ga ik naar huis toe en dan over een uurtje of drie kom ik weer terug. De stekken zijn bevoerd. Ik zal het even goed laten zien. Eentje is hier zo bij die tak. En die andere leg ik in deze opening op tijgenootjes. Ik heb ze al gevoerd. Dus als ik terugkom, dan ligt de vis waarschijnlijk op het voer. Hoop ik. En ja, dat moet helemaal goed komen. Zie je, het tentje staat alles klaar. Ik ga nog lekker met open tentje. Vannacht wordt het niet heel koud. En nou, we hebben weer een paar nieuwe materialen in onze bezit. Dit is de 5 opvouwbare ontharingmat van Nash. Ja, ik vind hem zelf ideaal. Hij kan makkelijk op je bagage dragen. Ik doe twee clipjes open. En tada, hij is een ontharingmat. Zoals je ziet, groot genoeg. Lekker weegzakje erop en dan ja, voor korte mobiele sessietjes, panvissen, snoekvissen is het ideaal. Het is voor Frank, hoef je niet mee te nemen, maar ja, toch lekker een compact matje. Kom op. Hij wil nog niet echt. Nou jongens, de eerste vis is binnen. Het is al vrij snel, had ik niet verwacht. Maar daar ben ik helemaal blij mee. Anderhalf uur nadat ik hem had uitgelopen, ligt hij al net. Ja, mooi schuppie. Hij is best wel goed volgevreten. Het is natuurlijk najaar. En ik hoop dat zijn dikkere broers en zussen dat ook zijn. Die ik vanavond hopelijk ga vangen. Dus nou, goed begin. Hengeltjes weer gewoon in. En hopelijk dat het een slapeloze nacht wordt. Tot zo. Nou jongens, de eerste van de nacht. Een mooie schubkarpen. Lekker volgevreten. Pineapple crush van Nash. Inmiddels wat geboerd. Een paar uurtje rust gegeven bestek. En
Ja, hij ligt weer anderhalf uur in en hij gaat af. Keiharde run. Er zijn allemaal best wel power in die vis. Ja, dat is mooi. Ik kan even allemaal kanten laten zien. Yes, lekker hoor. Hopelijk haalt hij zijn broer en zus nog en dan mag het weer gaan. Zo, dames en heren. Het is inmiddels een uurtje verder. Voor mijn gevoel een kwartiertje, want het was geheerd te slapen. Maar de tweede is een feit. Hij is een stuk groter dan de vorige keer. Nee, dit formaat hebben we niks aan. Ik hoop dat het snel gaat veranderen. Maar het is in ieder geval vis. Puntgraaf visie. Dus hij mag weer terug. Nou jongens, een hele goede morgen. Het is weer echt. Kijk eens wat we weer hebben. Kromme hengeltoppen. Zo, daar hangt een mooi visje aan. Het grappige, ik heb dus niet gemerkt dat er een vis aan zat. Dus ik wou hem gaan verversen. Even laten zien hoe ik de lijn hier uitloop. En ik voel opeens een vis. Dus ja, het voelt niet heel groot. Maar ja, vis is vis toch? Dus ik denk dat ik hem wel snel binnen krijg. En nu, kijk, je ziet hem al een beetje in de verte. Yeah! Hij zit erin. Lekker hoor. Zo, ik zal hem even laten zien. Ja, zie je een mooi visje. Weer een fijne push. Een fel oranje boei erop. Voor extra attractie. Ik ga de vis even onthaken en dan snel uitlopen naar een stek. Ik kan hem nu beter zien wat er zit. Je ziet daar een kas en een tak, dat is een opening. Daar begint het iets dieper te worden. Dus hij is 30 centimeter dieper dan de rest van het water. Dat is ongeveer, kijk, hier zo. Ja, waar je ongeveer nu die ene ziet. En ja, daar heb ik een beetje gevoerd 's middags. En s'avonds na een uurtje had ik die eerste vis al. En oh ja, en toen niks meer, dus ik vond het wel raar. Maar deze zat er dus aan tijdens het binnendraaien. Dus misschien zit hij heel de nacht er al aan. Maar ja, maakt niet uit. Hij zit in ieder geval binnen en we hebben nog kans op een nieuwe. Dus ik ga hem zo even laten zien hoe ik hem uit. Nou jongens, de manier hoe ik hier mijn lijn op de plek leg, dat is in het water. Door middel van uitlopen. Ik heb hier mijn waterpak aan. Je ziet het al, het is heel erg stoffig. Het is maar een metertje diep. Achterin iets meer. Maar ja, werp is gewoon geen optie. Of je moet 20 gram rood gebruiken, maar daar ben ik geen voorstander van. Dus ja, ik loop gewoon de hengels uit. Ik heb hier in mijn hand. Handje voer mee. En je kan hem precies van hard stukje krijgen. Daar is de stek. Nou, daar wordt hier niet veel gevist. Het is natuurlijk een privéwatertje. Dus daarom zijn de vissen niet gewend. Je moet natuurlijk het niet op een dressuurwater gaan doen. Want dan ja, vangen we waarschijnlijk niks. Of je moet hem een paar dagen laten liggen dat het weer de rust is wedergekeerd. Maar ik ben bijna bij de stek en dan laat ik u het zien hoe ik het aanpak. Nou, ik sta hier op mijn stek. Je ziet dat hier is een opening. Aan de andere kant een prachtig eiland met overhangende takken. Ja, dat ziet altijd wel kick uit. En hier is een staart dan. Het is iets dieper dan de rest. Zo je niet goed op film te zien. Daar staat mijn tentje. Dus ik ga hem hier uitleggen. Halverwege prik ik mijn top even in de modder. Als een soort van tweede topbrood. En ik gooi er een beetje voer bij. Hoop ik dat ik nog één visje kunnen vangen in een paar uur, zodat ik nog blijf. Ik ga hem even uitleggen. Zo, ik zal even. Jongens. Zo, vet periode van Nash. Kijk, zwaar, want door het uitlopen kan je misschien wat verspelen, verlopen. Van zijn plaats gaat, dus het is 110 gram. En de montage die heb ik jullie al laten zien. Ik ga hem hier gewoon even droppen. Zo. Zie je mijn bek, zie je nog? Zo diep is het dus. Oké. Okay. Dat was een stukje weg. Ga ik nu voeren. Eén wat ik heb is gewoon een handje pineapple crust berries. Ik voer er gewoon 5 naast de haak. Dat ik zeker weet dat ze daar komen.
Zo. En de rest verspreid een beetje bij het eiland. Achter het eiland. Een beetje opzij. En tenslotte nog een paar vormen. En in de zijschoot. Nou, dat zijn ze weer. Het zijn misschien in totaal maar 20 bogies. Maar dat is genoeg. Ik ga even het dak door mijn rijden. Zo, we liggen op scherp. Hangetje loopt, piepje. En zoals je ziet, het water geeft wat modder. Maar na een kwartiertje is dat weggetrokken. De karp kan er op het eerste moment van schrikken, maar ik weet zeker dat het terugkomt van de interesse, zeg maar. Ik heb al meerdere keren dat ik gewoon 10 minuten na het uitlopen een run had op dit water. Dus ja, ik heb er zeker vertrouwen in. En ik hoop er nog een te kunnen showen aan jullie straks. Zo jongens, ga ik even de derde vis laten zien. Derde vis van de sessie. Mooi schupje weer. Niet de grootste, niet de kleinste. Maar ja, het is winter en we zijn er top bij mee. Punt gaaf. Het is ook altijd wel om weer van te genieten. Zoals je ziet, ik heb het helemaal net uitgelopen. En ik blijf nog een paar uurtjes. Ik hoop er nog eentje te vangen. En anders was dit de laatste vis. Ik ga hem weer terugzetten. Mooi nu. Kijk eens. Lekker hoor. Hey. Vis nummer 4. Het gaat de goede kant op. Ja, ik baal het dan weer van. Schiet hij eraf. Nou, ik ben weer aan het schuilen in mijn tentje. Het regent inmiddels weer. En vis verspild. Dus de omstandigheden die zijn wel eens beter geweest. Maar we maken het goed met een lekkere pantosti. Ja, 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 ja. Geen hamburg vandaag. Dat je aan je gezondheid denkt. Nee, grapje. Ik had ja, jongens, laatste visje op de valreep. Vierde. Eentje verspild. Dus ja, productief dag. Ik ga opnemen, zie jullie later. Tot ziens. Nou, dit was de video weer jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Blijf nog even zitten, want na deze video komt de uitslag van de giveaway. Voor de 3x5 kilo Kelly Nutcrush boogie van Nash Brood. Sorry dat het zo lang heb geduurd, maar ja, daar hebben we onze omstandigheden voor. Ja, vond je de video leuk? Duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Het is gratis en voor niks. En dan hoop ik zie ik jullie op de karp vullen. Tot ziens. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Zo, we hebben hier eindelijk de giveaway. Het spijt ons, want het heeft lang geduurd. Het heeft iets te lang geduurd. We hebben het al een keer opgenomen. Alleen Daan is die bestanden kwijtgeraakt. Ja. Dat is niet zo best. Maar ja, alsnog. We zijn hier opnieuw met de Canyon Crush. 3x5 kilo boys. We gaan ze vergroten. En dan sturen ze naar jullie op. Dan gaan we het nu bekendmaken met de shitter van de schee. Alle namen heb ik ingevoerd. Echt ziekelijk veel. Er waren ongeveer iets van 800 reacties. Ik heb geen idee, maar we gaan gewoon start het loten doen. Oké, ja, we hebben dus voor de duidelijkheid oh, daar gaat een stemsite. En daarop... Wie is de winnaar? Het is... Is het te zien? Liam Vermassen. Hey, hey, stuur ons even een berichtje via Instagram of Facebook. Yes. En de tweede winnaar, nummer 2, wordt... Is het Pascal van der Wacht? Ja, het is hey. Pascal van der Wacht. Pascal van der Wacht. Wat een feest. Barre man. Voor jou ook. 1 zak, 5 kilo worries. Kenny Nutcrush van Nash. Laatste, nummer 3. Brian Carpfishing. Oh, wat heb een baas. Heb jij ook met deze zak? Lekker. Ja, jongens, man. Chat, kom erbij. Dit was hem dan. Dit was de giveaway. Neem contact met ons op. Doe het wel snel, want anders zijn de boys op van het vissen. Hey, ja. Later. Hey, we zien jullie. Tot ziens. Heb jij een beetje geblankt de laatste tijd?
Ja, veel te veel. Ja, en jij? Ja, ik... Jongens, hoeveel video's heb Chit al het laatste jaar gemaakt? Ja, niet zoveel. Al één video? Het zijn echt blank tijden. Volgend jaar wordt het goed jaar. Maar ja, we zullen even snel een korte update doen, want ik heb één mooie sessie gehad. Zagsessie, 4 karps gevangen. Fucking grote units. En we zitten een paar keer te snoeken de laatste tijd, dus daar komen ook video's van. En wat gaan we zo doen? We gaan zo ook snoeken. Dus, in onze karp en vistruiden. KWO. Nash.